Dit is de BlackBerry Playbook van het bedrijf Research in Motion, ook wel bekend als RIM. Nou, RIM zijn natuurlijk de makers achter de BlackBerry smartphones, maar dit is de eerste keer dat ze ook met een tablet komen. Nou, ze mikken met deze tablet op de zakelijke markt en zo ziet hij er eigenlijk ook uit. De buitenkant is gemaakt van een soort hard rubber, daardoor kun je hem goed vasthouden en je hebt ook het gevoel dat hij echt wel tegen een stootje kan. Het is een 7-inch tablet, de resolutie is 1024x600 en er zit een heel goed scherm in. Het is een zogenaamd IPS scherm. Dat betekent dat de kijkhoeken heel goed zijn, de kleurreproductie heel goed is. Maar vooral dit specifieke type kan heel helder gezet worden. Vergeleken met andere tabletschermen ligt de helderheid een heel stuk hoger. Nou, waar is dat nou nuttig voor? Stel je bent buiten aan het werk met zo'n ding, je hebt felle zon of je bent binnen met veel lampen bezig. Dan is het nog steeds goed te zien wat er op je scherm staat. Terwijl bij sommige smartphones of andere tablets, dan wordt het al vanzelf moeilijk om te zien wat er weergegeven wordt. Nou, de tablet is redelijk sober uitgerust. Ik zou zeggen, hij is rubber rondom. Aan de bovenkant zit een 3,5 mm aansluiting voor een koptelefoon. Aan de achterkant een 5 megapixel camera. En aan de voorkant een camera voor videobellen. Nou, alleen aan de onderkant zien we dan nog een paar aansluitingen om hem op te laden. En een micro HDMI uitgang waarmee je hem eventueel op een tv of een grote monitor kan aansluiten. Aan de bovenkant zitten nog 4 knoppen. Je hebt 2 knoppen voor het volume. Een aparte knop voor pauze en play, die kun je gebruiken in de muziekapplicatie of in de videoapplicatie. En dit hele kleine dingetje is de aan-uitknop en die had van ons een heel stuk groter vermogen. Het is een heel klein knopje, hij steekt bijna niet uit, dus je moet eigenlijk met je nagel of met het hoekje van je vinger drukken om hem ook echt in te laten drukken. En in de praktijk is dat eigenlijk best wel irritant. Ze hebben een compleet nieuwe interface ontworpen. Het is een compleet nieuw besturingssysteem. Dat hebben ze Tablet OS genoemd. En dat maakt heel erg veel gebruik van gestures, van bewegingen. Nou is niet alleen het scherm zelf aanraakgevoelig. Ook de bezel, de rand eromheen, reageert op je vingeraanraking. En daar zijn eigenlijk al die gestures op gebaseerd. Stel je wilt het applicatiemenu openen. Dan begin je op de bezel. Dan sleep je omhoog. Ja, dan krijg je hem te zien. En omgekeerd kun je hem ook weer terughalen. Als je bijvoorbeeld het instellingenmenu wil openen, doe je het vanaf de bovenkant. Nou, dan kun je allemaal dingen instellen met betrekking tot wifi, bluetooth, schermhelderheid, dat soort dingen. En die kun je ook zo weer wegslepen. Nou, ze hebben diezelfde gesture interface, die gebruiken ze ook voor multitasking. Dus stel, je hebt meerdere programma's tegelijk openstaan, zoals een webbrowser, en je wil naar iets anders. Nou, dan kun je meerdere dingen doen. Maar als je het applicatiemenu weer opent, krijg je hier in het klein te zien welke programma's al openstaan. Nou, we openen er nog eentje, de camera bijvoorbeeld. Nou, dan zie je dat de camera en de browser openstaan. Met die kruisjes kan je ze weer afsluiten. Open nog wat voor de gein. Nou, maar als je nou in het programma zit en dan al wil wisselen, dan kun je aan de zijkanten kun je naar links en naar rechts bewegen. Dus als we naar links gaan, komen de camera uit. Als we nog verder naar links gaan, zitten we weer terug in de browser. En als we weer omhoog swipen, dan krijgen we het overzicht. En dan kunnen we ze hier één voor één netjes weer afsluiten. Nou, zo'n nieuw besturingssysteem heeft natuurlijk allemaal voordelen. Je kan het heel erg mooi ontwerpen. Maar het heeft ook een paar nadelen. En het grootste nadeel is de beschikbaarheid van apps. We hebben natuurlijk bij de iPad en bij Android tablets gezien dat het heel belangrijk is dat je wel applicaties voor je tablet kan downloaden. Nou, dit is nog hartstikke nieuw, de Tablet OS. Dus er zijn niet verschrikkelijk veel apps beschikbaar. Er is wel een App World. Nou, daar kun je dus nieuwe applicaties in downloaden. Maar het aanbod is redelijk karig. De applicaties die erin staan zijn niet heel interessant. En de grote applicaties en veel gebruikte applicaties die je gewend bent van Android en iOS, die staan er gewoon niet in. De enige grote app die populair is, is van Facebook. Maar die is dan niet door Facebook zelf gemaakt, maar die heeft RIM, de ontwikkelaar van de tablet, heeft hem gemaakt. Ja, er worden natuurlijk wel wat applicaties meegeleverd, zoals je gewend bent met dit soort apparaten. Je kan je foto's bekijken, je kan browsen, er is een muziekspeler. Een camera ingebouwd, je kan video's afspelen. Video's afspelen gaat trouwens heel goed op dit ding. Er zit een hele goede processor in daarvoor. Dus je kan ook 1080p materiaal zonder enige schokken, kun je perfect vloeiend afspelen. Er zit een YouTube app in, nou, wat kleine dingetjes zoals een calculator. En ze leveren nog 2 spelletjes mee om te laten zien dat je ook wat op kan gamen. De grote afwezigheid hier, dat zijn apps om mee te communiceren. Bijvoorbeeld de e-mailen, dat zit er niet standaard op. Als je wil e-mailen met dit ding, dan moet je hem koppelen aan je BlackBerry telefoon. In het applicatiemenu, daar zijn dingen als messaging, contact en calendar.
dat werkt alleen als hij aan een BlackBerry gekoppeld is. En dat is toch echt wel een groot nadeel. Nou, als je nou al een BlackBerry hebt, dan is het niet zo'n probleem. Dan kun je hem gewoon koppelen. Als je nou geen BlackBerry hebt, ja, dan wordt het toch lastig. Dan mis je toch echt bepaalde basisfunctionaliteit op die tablet. RIM heeft al laten weten dat ze aan losse versies van die apps werken, zodat je niet meer hoeft te synken met een BlackBerry. We weten alleen niet wanneer die uitkomen. Ze zijn er in ieder geval niet bij de introductie van de playbook en dat is gewoon een groot gemis. De playbook laat ons een beetje met een dubbel gevoel achter. De hardware is goed. Het scherm is mooi, hij is snel, hij is goed gebouwd en hij is stevig. Daar hebben we niks op aan te merken. Maar het zit hem in de software. Het nieuwe besturingssysteem is eigenlijk ook prima. Het ziet er hartstikke mooi uit. Het werkt lekker, vooral met die gestures. Alleen er is gewoon een gebrek aan applicaties en software. Nou, als je nou een BlackBerry hebt, dan kun je hem eventueel nog synken. Dan krijg je wat extra functionaliteit erbij. Maar voor mensen die geen BlackBerry hebben, is de functionaliteit gewoon heel erg beperkt. En zijn er eigenlijk gewoon andere tablets op de markt die je veel meer bieden. Dus we vinden het een apparaat met heel veel potentie. Maar op dit moment, ja, schiet het toch nog wat tekort.